hersenen opeten. Yo mensen, vet dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik krekels eten, super vet natuurlijk. Martijn zit een soort van al, ja. Maar kijk, dit is het krekelbakje en ik ga zitten en we gaan het gewoon doen. 2, 1, actie. Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar een splitsplinter nieuw video. Hier zo op Prittvie. Je weet zelf, ik heb een gast bij ons. Die ken je wel, Martijn. Zeker weten. Nou, bijna niemand kent hem. Want ik ging een fan bellen. En ik zei, ken je Martijn? Nee. Nee, dat is geen echte fan. Nee, oké, dat zei je. Ja, weet je. Je moet wel Martijn kennen, vind ik eigenlijk. Ik moest de stoel lager zetten van Arthur. Ik versling me even. Slik me even, Martijn. Krekels eten. Kijk, dit zijn van die beestjes met die vleugels en met die pootjes. Fucking vies, kijk, hij wil er al uit, maar die ga ik niet pakken natuurlijk. Deze heeft geen pootjes en geen vleugels. En ja, weet je. Super grappig natuurlijk. Hm? Oh, wil je? Oh, ik mag geen krekel eten van Arthur, jongen. Ja, tuurlijk, je mag wel. Oh, lekker proeven. Lekker proeven, joh. Kijk, lekker pootjes. Mm, yeah. Ja, ik vind het nooit zo smakelijk om dat te zien, weet je wel. Heftig een beetje. Nou, lekker zeg! Lekker! Lekker! Hoort die beestjes? Krek, 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 krek. Dat zijn krekels. Dat zijn deze. Dat zijn de krekels. Ik zweer je. Dit zijn die beestjes die heel de tijd die kutgeluiden maken met die armpjes, weet je wel. Ze zijn springkanen. Springkanen, ja, dat weet ik. Maar weet dat, dat zijn deze beestjes en die gaan we opeten met vleugeltje en al. Ze zeggen dat de vleugel een delicatesse is. En ik dacht eerst dat zo'n beestje gefrituurd werd eerst. Maar dit is gewoon een beestje die een soort van dood is gegaan. En een zwerver dacht, hey, ik pak hem lekker op en ik doe hem in een doosje en ik verkoop hem door aan Prittvie. Sowieso, oké. Okay. Weet je? Ja. Is dit dom om te vertellen weer? Gewoon weer. Wat? Is dat verhaal? Ja, je bent nu zelf ook een zwerver, maar ja. Dat je gewoon van een zwerver op straat een potje koopt. Dat heb ik niet gedaan. Oké, maar mensen, we gaan het beestje gaan we eten. Wat steken ze eigenlijk? Niet. Niet veel. Nee, ze hebben geen angel. Nou, 3. Oh, niet denken aan twee, zijn hersenen. 1. Hersenen opeten. Het is zo vies. Ja. Het idee dat je gewoon een beestje eet. Ik heb echt zin om te kotsen gewoon. Hey. En spreek aan een piemel. Dus chef, we zijn gewoon een piemel aan het eten, dan spring ik aan. Ik krijg het niet door. Ik krijg echt die vleugels niet meer. Nee, die vleugels, ik weet niet of die er überhaupt op passen. Dat die moesten blijven, want het zijn, ik weet niet wat het is, een paar haartjes of zo. Een leuk weetje van een krekeltje, weet jij dat? Of een sprinkhaan? Ze kunnen springen. Ze kunnen springen. Ze springen zo, goep, zo in mijn mond. Oké, mensen, hoe heet dat? Durf jij nog meer te eten? Oh, nee. Nee, dat wil je niet meer? Nee. Het is gewoon goed, het is klaar, jongens. Ik had eigenlijk het idee om nu 2 achter elkaar te eten, maar dat is niet zo handig, mensen. Want het is echt fucking nasty. Ik zit wel rustig aan te doen van, weet je wel, maar ik vind het echt niet leuk, echt niet. Ik laat altijd mijn emoties minder zien, weet je. Dat is het, weet je. Nou, wat moeten ze doen? Abonneren, reageren en like geven onder de video. Juist. Abonneren, reageren en een like geven. En dan ben ik hartstikke blij natuurlijk. Ja, natuurlijk. Martijn heeft ook een kanaaltje. Die kan je in de beschrijving zien natuurlijk. En ja, plaats een leuke reactie over krekels eten. Een verhaaltje over krekels eten. Ja, want dan ga ik vanavond, gaat mijn moeder dan een verhaaltje voorlezen in de reacties.
fucking slim. Dus even in de reacties schrijven een verhaaltje over krekels. En wie dit wil winnen, doe dan even een likeje en reageer. Ik wil krekels. En dan sturen we die naar jou op in een envelopje. En dan zie ik jullie weer later. Zeg maar doei. Doei. Hey, je tong is geel. Ja.